Raadslid pakt fietsendief aan. En de stad is klaar voor het EK vrouwenvoetbal. Goedenavond, maandag 26 juni. Dit is Uw Stad Nieuws. Het was een roerig weekend voor raadslid André van Schie. Hij zat lekker zaterdag een patatje te eten in Hooggraven toen er voor zijn neus een fiets werd gestolen. Van Schie bedacht zich geen moment. Gewoon, je bent aangehouden. Pas op hoor. Deze fietsendief komt helaas voor hem precies de verkeerde tegen. Nee, niet weggaan. VVD-raadslid André van Schie. Hij houdt de dief samen met twee omstanders aan en filmt het ook nog allemaal. Blijf staan, verdomme. Eerst was er een gewoon Utrechter, Hassan, die had gemerkt dat er een poging tot diefstal was. Nou, daar had hij verijdeld door daar op in te springen. Maar even later kwam die boef terug om zijn gereedschap op te halen. Ja, en toen was hij van ons, zullen we maar zeggen. Toen was er geen ontkoming aan, die liet hij niet nog een keer lopen. Blijf staan! Nou, toen moesten we best wel lang rennen, want ik ben niet zo heel goed van conditie. Maar gelukkig deze man ook niet, dus we konden hem bijhouden. Ik vond het toch wel spannend om hem echt vast te houden, want hij had een klein mesje. Het stelde niet zoveel voor, maar het was toch een mes. Dus we dachten, we houden hem gewoon in de buurt totdat de politie er is. Als de politie ter plaatse is, wordt de dief ingerekend. Voor Van Schie een mooi einde aan een spannend avontuur. Hij zou het morgen zo weer doen. Het is wel belangrijk om in elk geval met elkaar te roepen en te schreeuwen van hé, er gebeurt iets jongens, en met z'n allen even in te grijpen. Want dan zie je ook dat een dief is in zijn eentje en ja, de omstanders zijn altijd met meer. En dan voorkom je in elk geval in dit geval de diefstal. Nog 20 dagen en dan start het EK damesvoetbal met aftrap in stadion Galgenwaard. En omdat het goed onder de aandacht te krijgen, wordt de stad vanaf vandaag opgefleurd met grote banners. Daarop staan de spelers van alle deelnemende teams die aan het EK meedoen. De gemeente hoopt dat de Utrechters er zin in krijgen en massaal naar het stadion komen. Ik hoop dat Utrechters, net zoals ik, trots zijn op het feit dat Utrecht weer een hartstikke mooi sportevenement heeft van de zomer. Dat we de openingswedstrijd in een vol stadion spelen, waarin Utrechters gewoon vol achter de Oranjeleeuwinnen gaan staan om ze aan te moedigen. Maar natuurlijk ook de andere wedstrijden, de andere landenteams, gewoon echt in hun hart sluiten. En ook daarvoor naar het stadion gaan om gewoon mooie wedstrijden, goede sfeer mee te beleven. En tijdens de openingswedstrijd is er ook bijzonder bezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn er ook bij aanwezig. We zijn redelijk tevreden over het afval inzamelen vanuit de gemeente. Utrechters geven gemiddeld een 6,4, blijkt uit een tevredenheidsonderzoek van de NOS en regionale omroepen. De stad gaat graag over op het omgekeerd afval inzamelen, waarbij Utrechters zelf hun vuil moeten wegbrengen naar afvalpunten, zoals in Bunschoot al gebeurt. Maar daar geven de inwoners het beleid een 4,1. De meeste Nederlanders gebruiken hun vakantiegeld helemaal niet voor vakantie, maar om wat extra centen achter de hand te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD in Utrecht. Van de 1100 ondervraagde mensen gaat maar 45% echt op reis van het geld. En Daphne Schippers is waarschijnlijk niet bij haar eigen NK Atletiek, dat in juli in haar geboortestad Utrecht wordt gehouden. De wereldkampioene op de 200 meter heeft zich niet ingeschreven. Waarom is nog onduidelijk. De Atletiekunie heeft Schippers een brief gestuurd en haar de kans gegeven zich alsnog aan te melden. De organisatie van het Midzomergrachtfestival kijkt terug op een succesvolle week. Met als hoogtepunt de eerste Kennel Pride in Utrecht. Tijdens de feestelijke activiteiten mag iedereen zijn wie die is. Maar ook na de roze week moet de homo-acceptatie er zijn. Als je een feest hebt en heel veel mensen zijn er betrokken, het is allemaal vrolijk en lief en leuk. En op het moment dat je alleen bent, je loopt een straatje en je bent het alleen, dan ben je weer prooi voor de homofoben eigenlijk. En daarom is het volgens de organisatie des te belangrijker dat het festival er elk jaar weer is. De voorbereidingen voor volgend jaar zijn al in volle gang. De organisatie wil zich dan nog meer richten op maatschappelijke thema's. Het is volgend jaar zo roze ouderen. Zo ouderen die dus naar een verzorgingstehuis gaan, die gaan terug de kast in. Of die worden gevraagd om terug de kast in te gaan door het personeel. Of het personeel weet niet hoe ze om moeten gaan met een LWT-ouderen. Dus dat is heel erg nodig om de aandacht aan te besteden. De organisatie is blij dat de Kennel Pride volgend jaar weer terugkeert.
Tegenover de extravagante parade in Amsterdam willen zij meer inhoud in de optocht. Dat we volgend jaar meer mee gaan doen, dat denk ik wel. Maar dat we dus iets meer gaan kijken van nou, wat is jullie verhaal achter jullie boot? En dat we daar met sommige gracht natuurlijk wel een toegevoegde waarde in kunnen zijn. Dat wij toch op het maatschappelijke thema zitten, op die diepgang. En dat we daarom daarin wel de parade kunnen verder ondersteunen. Over iets meer dan 2 weken begint voor FC Utrecht het nieuwe voetbalseizoen. Want dan begint de voorronde van de Europa League. De club is druk bezig met het samenstellen van het perfecte team. Vandaag zijn Nick Marsman en Edson Braafheid aan de spelersgroep toegevoegd. En er werd weer getraind. De schoolvakantie is nog niet eens begonnen, maar toch is er grote belangstelling voor de eerste training van FC Utrecht. Waar de ogen vooral gericht zijn op de vele nieuwkomers. Met Simon Mackinock en Cyril Dessers in het bijzonder. Vanochtend kwam daar Twente-doelman Nick Marsman bij. Ja, ze wouden eigenlijk een eerste keeper erbij hebben om de concurrentie aan te gaan. En ja, dus eigenlijk zal ik de concurrentie aan moeten gaan. En uiteindelijk zal de trainer gaan kiezen voor een van ons. Halverwege de training heeft deze toeschouwer zich gemeld. Edson Braafheid. Vanaf morgen staat hij overigens gewoon weer aan de andere kant van het hek. Want hij tekende een nieuw 1-jaar contract bij FC Utrecht. Ja, eindelijk. Tot een akkoord gekomen om nog een jaartje door te gaan hier. Waarom heeft het zo lang geduurd? Geen idee. Maar goed, het is nu achter de rug. En ik kan me nu gaan focussen op een nieuw jaar. FC Utrecht was deze voorzomer de meest daadkrachtige club op de transfermarkt. Maar het is nog maar de vraag of het klaar is. Zeker zolang er belangstelling is voor Ayoub en Amrabat. Vooral wat betreft de laatste. Want het lijkt er wel heel erg op dat Amrabat naar Feyenoord gaat. Als een speler rijp is of als een speler heel graag weg wil en de prijs wordt betaald. Ja, dan is het in deze wereld zo dat hij gaat. Woensdag speelt FC Utrecht de eerste oefenwedstrijd. Thuis tegen de amateurs van Yodan Boys. Jens, Ayoub en Amrabat zijn nog op vakantie en Troepé is nog niet fit. Dan gaan we naar de uittips voor onze stad. Klassieke muziek. Daar draait het Internationaal Kamermuziekfestival om. 5 dagen lang kunt u op verschillende locaties in de stad aanschuiven bij verschillende concerten. En een leuk uitje in de natuur, want in de botanische tuinen kunnen kinderen tijdens een speurtocht op zoek naar de snelste, de grootste, de lekkerste, de vieste en de oudste planten in de tuinen. Krijgt u nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar de 11 graden. Morgenochtend zon, maar 's middags meer bewolkt en er komen ook buien. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover. Morgen zijn we er weer met een nieuwe U Stad Nieuws. Graag tot dan.